Aflevering 8. Dus het examen. Examen, ja. Ja. Ik heb de volle snor. Het is heel van de bibliotheek. Oh ja, in de bibliotheek. Ja, vet. Iedereen zegt er ook bibliotheek daar? Absoluut, ja. Ja. Zei het gewoon, de bibliotheek. Oh ja, iedereen is in de warm, ja. Want wij hebben ruzie, dus het hele ecosysteem van de school valt in elkaar. Het arme beest. Nou ja, haar herder heette de Heer, ja. En de Heer was nu dood. Gesproken zou ik heel blij zijn voor de Heer, omdat hij naar een betere plek gegaan zou zijn. Maar blijkbaar is alles veranderd. Ja, dus zij is van het geloof af. Hij is wel weer. Hij is gelovig geworden en zij is niet meer geil. Ja. Ik moet geloven. De Heer is bij de Heer. En de Heer zal de Heer accepteren. En op zijn beurt zal de Heer de Heer als de Heer accepteren. Wat bedoel je nou? Nee. Nou, gewoon, je hond is bij God. Ach, ik loop niet zo slap. Want... Ja, dit bedoel ik, meneer Hulst. Normaal als ik lul en slap hoor, zit ik al op mijn knieën. En nu? Nu niks. Ja, niet niks. Je blijft een vrouw. Je wordt wel nat. Maar er is iets veranderd. Zeker. Ik kan geen les meer geven. Ik kan niet langer naar de pijpen dansen van... Pijpen? Ja. Weer niks. Ja, een beetje nat. Van die zogenaamde wetenschappers die beweren dat een aap het met een mensaap heeft gedaan... en dat wij daar dan weer van afstammen. Maar zo kun je wel doorredeneren dat alles afstamt van een amoebe. Ja, dan lopen er hier genoeg rond met... 100% improvisatie van nu vanaf Pieter en dat kan altijd. Meneer, ik voel zelf... Oh ja, dit was ook een grap, dat hij iedereen met een voornaam noemde... en dat de biologieleraar meneer heette. Dan zegt hij Antje, meneer. Ja, dat hij meneer Boom heette, maar hij heet van meneer Boom. Nee. Nou, hoe dan ook, ik weet waar het om gaat. Dat wat wij met z'n allen voor onmogelijk hebben gehouden, is gebeurd. Tim en Erik hebben ruzie. Dat is het werk van de Satan. Oh, de hoogte. In het buitengewoon gevoelige ecosysteem dat ik voor deze school heb. Ik werkte net het woord ecosysteem, van lekker maar. Samen. Het zelfmoordpercentage onder de brugpiepertjes is nog nooit zo hoog geweest. Iedereen is zo verdrietig, niemand kan meer presteren. Vandaag zijn de laatste examens. En als Tim en Erik niet zijn samengebracht voor hun laatste examen... Er moest iets gebeuren. Ja, nu hebben de jongens toch weer een doel gekregen. Nu is er weer een doel voor iedereen op school. Sluiten. Breng Tim en Erik samen. Dat is onze missie. Verhoord. Ik zal u niet teleurstellen. De ramen blinken weer als een spiegel. Net als Tim en Eriks vriendschap weer zal blinken. Eerst staat hier nog de grap dat Kees Huls zei... Ja, dankjewel, Eddie, hier, voor het ramenlappen, €5. En dan gaf hij een muntje... 50. Oh, 50 euro. En dan gaf hij een muntje, een 50 euro muntje. En dan liep Eddie weg en dan zei hij... geen drugs van kopen, hè? Voor €50 kan je tegenwoordig niks meer krijgen. Dat was dat zat ook nog allemaal. Dat was misschien wel €5. Ja, dit is natuurlijk de classic afkijk. Ah ja, met een wat voor manieren ja, allemaal. Ja, alles wat we konden verzinnen aan afkijken, ze dus hebben we hier ingepropt. Ik zeg daar niks. Nee, dat zie je ook. Dat zie je ook heel duidelijk. Die snor is zo kut, man. Oh, wat ben je daar een etter. Het is zo'n etter daar. Je ziet hier ook alles al zitten. Ja. Deze bijzondere vriendschap. Deze blinde en deze dove gast.
Dan staat hier ook weer het kofschip, toch, op die poster? Echt, dat je denkt, jezus, gast, als je dat, ja, ja, als je dat niet kan onthouden. Oh, al die leerlingen zijn depressief natuurlijk. Oh ja, dat is het ding. Ja. Oh ja, iedereen is verdrietig door de... Team. Wat een lul, je hebt zo'n goede natiekop. Dat is echt vet. Dit is ongemakkelijk, want hier zat ik gewoon echt in mijn blote reet met Jochem echt met zijn hand half in mijn broek. Om dit te mimen. Het was vooral eigenlijk ongemakkelijk voor Jochem. We hebben er ook heel lang over gedaan voor we dit eruit konden krijgen zonder dat je het zag waar het vandaan kwam. Uiteindelijk heb ik het echt in mijn reet gedaan. En, Dat was echt pijnlijk. De bibliotheek. Heel toch graag in de bibliotheek. Hij was toch echt. Hij werkte daar echt op in school, die meneer. Maar wel. Wel heel vet dat hij zo lekker bibliotheek zegt. Oh ja, dit is ook nog vet gedaan met een split screen-achtig iets. Dit is nooit. Die hebben nooit daar samen gestaan. Heb ik ook? Ja, heb ik ook. Hé, hey Marietje, dit is niet normaal. Zelfs zonder die speakbriefjes heb ik het gewoon heel erg goed gemaakt. Ik ga Nederlands ook gewoon halen. We hebben nog maar één examen, Engels. Als ik daar nu een 4 voor haal, dan ga ik alsnog slagen. Au, oh, kut. Wat ontzettend goed, Tim. Claire is zo goede actrice, ik kan het niet geloven. Die Erik dacht mij te kunnen naaien door me alleen achter te laten, maar... Maar deze jongen gaat gewoon slagen. Ik ga jou terugwinnen met mijn intelligentie. Oh yeah, oh yeah. Shh. Oh, dit was ook een ding. Iedere keer gaat het koud. Vet. Een soort de mentor of zo. Maria, ik vind boeken eng. Ik heb een kunstwerk tevens vraagstuk voor jou. Wat kijkt hij? Pff, dat je nog verkering met hem hebt gehad, hé. Ik was verdrietig, Tim. En Armani gaf me het gevoel dat ik bijzonder was. Dat als we samen waren, dat er dan niets anders bestond dan hij en ik. Huh? Maar al vrij snel kwam ik erachter dat dat niet voor altijd zou zijn. Toen was gewoon nep. Nee, dat was gewoon dom. Waarom heb je het dan fout gespeld? Nee, dit is letterlijk hoe je Armani schrijft. Je moest eens weten hoe ze champagne schrijven. Jij hebt mij zwarte magische ding gegeven. Hij wordt ook echt steeds dommer. Hi. Stilte in de bibliotheek. Hoe dan ook, hoe leuk ik het vind om je te zien. Zij was zo lief. Dat weet ik nog, dat was een figurante. Die was zo lief, dat meisje. Laatste examen. Ik ga aan het werk. Ik weet dat Claire dit heel ongemakkelijk vond om te spelen. Of is dat nog niet nu? Oh, dat komt straks. Dit duo. Deze grap. Hoe erg we hebben moeten vechten voor een paard in de gang. Ja. Wij wilden gewoon heel graag één shot van een paard in de gang. Dit paard ging ook nog scheiden op een gegeven moment. Dus daar hebben we beeld van. Maar toen dachten we, ja, dan wordt het de grap is dat er een paard in de gang staat. En niet dat een paard in de gang staat te scheiden. Nee, dank je. Ik hoef niets meer met Erik te maken te hebben. Hij is je beste vriend. Ja, en ik mis hem, maar hij is een onbetrouwbare, saaie, humorloze verrader geworden. Het ligt niet aan hem. Het is zijn snor. Wat? Ik heb in de bibliotheek een boek gelezen waarin stond dat een snor op jonge leeftijd... Sorry, wacht even. Je hebt een boek gelezen? Jij kan toch helemaal niet lezen? Nee, maar onder wel. Ja, maar hij kan toch niet praten? Nee, maar wel schrijven. Maar daar kan jij toch niet lezen?
Nee, mijn ander wel. Ja. Maar waarom haalt Erik dan zelf die snor er niet af? Erik is overgenomen door zijn snor. Ja. We moesten iets verzinnen, toch? Ja. Van, we wilden gewoon iets weird. Sorry. Ik kies voor mijn school. En iets soort episch, een beetje van... Er is gewoon iets magisch. Het moet overgenomen worden en dan moet het opgelost worden. Wisten wij veel. We waren bijna klaar, joh. We moesten nog maar 3 afleveringen. Het werd zomer. We wilden Rocket League spelen. Zo is dat. We waren tossies aan het bouwen bij jou thuis. Wel echt mooi dat die boeken allemaal op kleur gesorteerd zijn. Dit, ik weet dat ze dit super kut vond. Nee, dit is in het Engels. Dat ze nu gaat Engels dirty talken. Oh ja. Are you ready for your exam? Dit haten ze, dat weet ik nog, ja. Multiple choice. Ach, Claire. First you only had this choice. Now you're about to graduate, you have multiple choices. Ja, dat was sexy. Ja. Oh. Oh, ik weet dat hij nu komt. Tuurlijk. Ja, ik weet het weer. Wrong hole. Ah ja, nu is het wilde. Onderwijs tegen. Een stelling met 8 stellingen erin. Ja. Ik ben per definitie niet voor of tegen iets. Ik denk dat het zeker in deze tijd belangrijk is de nuance op te zoeken in het publiek. Eigenlijk is het zo actueel. Ja, maar volgens mij is het hele ding dat we hebben gehad met het schrijven van deze aflevering. Ik zou niet graag de term writer's block willen bezigen. Maar wat we moesten doen met hoe jij van die snoer afkwam, daar hebben we echt weken over gedaan. Uiteindelijk hebben we gewoon de domste oplossing gekozen. En toen dachten we, dat is dan goed. Want we hadden steeds wel leuke grappen, dat hij dan nu naar Hulst gaat. Toch, hij gaat nu toch aan Hulst die snoer laten zien? Ja, maar een van mijn favoriete grappen. Ja, van de hele... dat is nadacht, heb ik hem van zijn snoer gehoofd. Tim en Erik kunnen weer vrienden worden. En als alles weer zijn zoals het was? Ja, dat is geweldig nieuws, Eddie. Nu kom je. Oh ja. Zo'n 100 euro. Oh wel. Maar dat zat eerst na die ramenlapscène, volgens mij. 100 euro muntje. Ja. Oh grappig, zit hij er nog wel in. Mag ik hem eens zien? Favoriete grap. Ja, dat vind ik ook echt wel een leukste grap. Je ziet Maals daar ook weer lachen. Nee, dus nee. Sorry. Ook dat die snoer aan elkaar hangt gewoon. Een heimisch. Een heimisch hadden we hier. Right. Hadden we dat niet? Ook zijn andere snoer. Nee, omdat we net ploertig hadden en smeren. De andere snoer eraf. Oh ja, dus die snoer zit er nog aan. Oh, ja. Dit was zo kut. Er moesten steeds siliconenlapjes er over mijn wenkbrauw heen. En dat moest dan met schmink moest dat dan allemaal dezelfde kleur als mijn huid gemaakt worden. En dat moest volgens mij heb ik 3 draaidagen dat moeten doen. En elke keer 3 uur in de make-up om dat erop te krijgen. Dat was zo kut. Het staat wel echt heel goed. Je kan het wel hebben. Je ziet ook wel dat, omdat ik... Nou, ik heb vrij borstelig wenkbrauw. Dat je dan ziet dat het best wel een onderdeel van mijn gezicht is. Dat als ze wegvallen, dat ik er wel anders uitzie. Dan blijft er bijna niets meer over. Oh, nu... Ik heb aan China gelekt dat zijn snor potentieverhogend werkt. Ze kunnen elk moment binnenvallen. Ook heel actueel. Ook heel actueel, ja. Ik heb op het deep web het gerucht verspreid dat de snor van Erik de profeet beledigd heeft. Het hele universum kan imploderen, Eddie. Ja, we hebben gewoon hoog ingezet. Ja, ja. Back to the Future kan dan geloof ik ook het heelal imploderen en zo. Leuk dat je echt duidelijk ziet dat het een regenmachine is daarover. Ik heb een geniaal idee. Mijn neef, Wortga Willem, is in town. Wat? Wortga Willem? Die woont ook samen met Tom? Ze zijn uit elkaar. Ach. Op een avond zat Tom... We wilden de slechtste woordgrappen bij elkaar verzinnen. Dat wilde Wortga Willem niet. Dus hij draaide Tom om. En als je Tom omdraait, dan krijg je mot. Dit is de allerslechtste grap. De slechtste grap ooit gemaakt. Ja. Dit wordt grappig. Wordt grappig. Het is natuurlijk heel erg nagesynchroniseerd, omdat die regenmachine zo tering veel lawaai maakt. Ja. Je was die vriendelijke jongeman. Dus hij is doof, stom, maar hij kan toch praten. Kan toch praten, oh ja. En die weet het niet. Nee, die weet het nog niet.
Waarom kan hij nu toch praten? Was het de bedoeling dat we het al weggaven, ja? Ze hebben allebei tegen elkaar gelogen. Ja, dat weet ik, maar omdat we het nu al weggeven, ja, ik weet het niet. Wat gebeurt er dan? Erik, je moet zakken voor dit examen. Was je snor? Die heeft woordgrap Willem net afgepakt. Woordgrap Willem? Ja, woordgrap Willem. Hij heeft mijn snor op zijn fiets geplakt, zodat hij harder kan. Snorfiets. Jezus. Ik wilde hem best grappig, maar eigenlijk haat ik woordgrappen. Ja, oké. Maar je moet zakken voor dit examen. Hoezo? Tim gaat dit absoluut niet halen. Nou, hij ziet er anders behoorlijk zelfverzekerd uit. Ja, fantastisch, man. En ze sleurt mij mee die plane, weet je, op het derde hoekje. Nou, ze doet die tuinbroek van er omhoog, die grote onderbroek naar beneden. Dus ik duwde er overhoofd, ik bukte. Geloof me nou, anders zit hij weer voor een grote onderbroek. Ik heb net voor het eerst seks gehad met Tim. Nice. En ik was heel lekker aan de deur die tolken in het Engels. En nog op een gegeven moment roep ik 5 keer. Wrong hole, wrong hole. Maar hij begrijpt er niks van. Ja, en op een gegeven moment is ze gewoon zo geil, weet je. Dan begint ze gewoon onverstaanbare dingen te roepen. Weet je, ra, 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 ra. Ja, dat vind ik heel grappig. Schitterend, schitterend. Strak hoor, man. Ai, ai, ai. Klein dubbeltekie. Hoe dan ook, ik ben ontmaagd. Hoe dan ook, ik ben ontmaagd. Maar ik meen het je. Je kan hem niet in de steek laten. Ja, maar straks houdt hij het wel en dan zit ik hier in mijn eentje. Erik, hij... Marietje, we gaan beginnen. Wil je gaan zitten? Mag ik niet? Nice. Oh, Kees. Ja, dat vind ik echt schitterend. Wat een baas dat hij dat ook meteen door heeft. Mag ik ook staan? Nice. Dansend je examen maken. Nu komt Bryan Adams of zo. Oh ja. En wij, onze regisseur wilde dat heel erg graag. En wij zo, nee, niet. Oh, ja. Nee, dit mag echt niet. Dit mag echt niet. Ja. En nou, het heeft het toch gehaald. Klopt, ja. Wij kregen dan tijdens het, als dan de serie klaar was, kregen wij zo steeds versies opgestuurd. Met montage en dan gingen we dan dingen over zeggen en muziek. En toen dit kwam, weet ik nog dat we allemaal een mail hebben gezegd. Ik neem aan dat het een grap is dat Bryan Adams komt. Ik haal mijn naam van de serie af als Bryan Adams in onze serie komt. Hij heeft het toch gehaald, uiteindelijk. Verschrikkelijk, oh, echt verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. Oh, wat vreselijk. Maar het klopt ook wel weer, omdat het waarschijnlijk heel ironisch bedoeld is. Precies. Maar toch. Dus het is allemaal, ja, we hebben zo hoog ingezet, moeten we nu ook weer hoog inzetten, weet je. Nee, hier van Skinderen erin. Dit is een shot van uit een andere film. Ah ja, van Rob. Van onze regisseur uit een andere film van hem. Door de plassen, leunt het. Kijk, maar als, hij gaat lachen links. Kijk, je ziet het aan zijn mond. Nou, ik weet niet of we dat hebben bedacht, maar misschien doet Eddie dit wel extra... Oh nee, wacht. Ja, die doet het misschien wel expres heel hard, omdat hij net heeft gezien dat woord gaat winnen. Of dat, dat zijn beste vriend, dat hij toch kan praten. Oh ja. Oh ja, dit heb ik dus getekend. Oh ja. Dus ik ben toch, ik ben expres gezakt. Een soort heel raar getekend met een onbegrijpelijk tekstje erbij. Ga ik hartstikke slagen, blijft Erik zitten in zijn eentje. Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat ik hem dat gevraagd heb. Huh? Omdat ik vond dat hij het niet kon maken om jou in je eentje te laten blijven zitten. Ja, maar ik blijf helemaal niet zitten, Marietje! Je hebt alles verpest. Erik is mijn allerbeste vriend ooit en die komt nou eens lekker en helemaal niet meer goed. Dankzij jou. Dankjewel. Lekker, Marietje. Ik heb alle examens briljant gemaakt. Engels ging het best van allemaal. Ik heb waarschijnlijk een 10. Ja, dat is een 10, toch? Nee, dat is een 10,4. Alles bij elkaar opgeteld. Oh. Vergeet die 0,4 die je voor Engels hebt gehaald. Ah ja. Ja, dat is dan toch nog hoger dan een 10, hè? Ah joh, Marietje, ik heb volgend jaar weer een nieuwe kans. Hè? En ik heb jou. Best wel tevreden over dit rapport. Ja. Ik had altijd de droom dat ik zou trouwen met jou. Toen gingen mijn kantjes. Met mijn jeugdliefde. Dit is mijn lievelingschap, denk ik. Samen. Samen oud zouden worden.
En dat we dan op een dag met een heleboel Nederlanders naar Marokko zouden verhuizen om dat land te verpesten. Maar hoe lief ik je ook vind. Grappig dat zij dus stiekem een beetje PVV is ook. Ja. Wel heel slim en zo, maar... Ja, dat vind ik heel grappig. Nee, maar Marietje, ik ben hartstikke slim, hè. Ja, kijk, deze cijfers weerspiegelen... Hey. Weerspiegelen gewoon helemaal niet hoe intelligent ik eigenlijk ben. Ik ben zo slim. Really, Tim? Helaas. Jij houdt ook voor de gek. Ik heb geen idee wat je net zei. Die kut was sowieso van de Cora van de koffie, toch? What the fuck, Tim? Mijn handschrift, volgens mij. Wow, Tim. Je hebt gewoon... al je examens helemaal verpest. Kijk, dit is een leugen. Sorry. Die later nog weer kostbaar blijkt. Zeker. Oh, dat is... Wat doen we dit veel, jongen? Ja. Wat? Jij een 0,4 voor Engels? Ja. Ik had een 1,2, maar ik had een kut getekend. Oh, kut. Jij hebt dus het gedaan. 1,2 met een kut getekend. Ja, wat? Wat heeft hij voor antwoorden gegeven? Tekening gemaakt. Nou, hoe dan ook, we blijven zitten. Blijven zitten. Het ging best wel eventjes heel erg slecht met me. Komen nu Pim en Frederik, of is dat pas later? Ja. Hey jongens. Super schattig hier. Wat is woordgrap Willem? Wat ik Willem. Snap je? Ik Willem. Heeft hij niet gefigureerd in onze film? Zeker. Ja, hè? Hey jongens, worst-kaas scenario. Snap je hem? Worst-kaas scenario? Je spreekt het eens op z'n Engels uit. Worst case scenario. Dat betekent niks, Willem. Er zit een zoveel grap in dat jij geen Engels spreekt. Ja. Dat was ik ook vergeten, ja. En dat ik geen kutte begrijp. Ja. Aflevering 8 alweer. Het begint... Jeetje. De climax komt eigenlijk hierna. We gaan nu naar een giga climax toe, jongens. Oh my god. Ja, hierover... Nou, nee. Laten we maar eens de volgende aflevering gaan kijken. Okay.